En we staan in het gemeentehuis in Boksmeer. We staan te wachten op de gasten die eigenlijk om 5 uur zouden komen. Maar omdat het weer niet meewerkt, is het programma omgegooid en gebeurden officiële dingen hier in het gemeentehuis. En er staat hier bij me Cor Bonans. Die is dus organisator van deze dag, mag ik het zo zeggen, Cor? Nou, de organisator niet. De organisatie ligt in handen van het Gilde van Boksmeer. Maar de 8 gildes van Boksmeer die hebben een stichting gevormd en daarvan ben ik de voorzitter. Maar het is 8 dorpen schieten, hè? Het is schieten om de titel gemeentekoning van de gemeente Boksmeer. Ja, ja. De gemeente Boksmeer bestaat uit 11 dorpen, maar 8 dorpen hebben een gilde. En al die gilden van de gemeente Boksmeer die hebben zich verenigd in de stichting Gilde Gemeente Boksmeer. En van daaruit zijn wij ook gaan schieten. En van daaruit hebben we toen in 2008 ook het 75-jarig bestaan van onze kring hier in Boksmeer gevierd. En het jaarlijks terugkeren, of tweejaarlijks terugkeren van het gemeentelijk koningsschieten gebeurt op toerbeurt. En dit jaar was Boksmeer aan de beurt. Of eigenlijk vorig jaar, maar met het geval van corona is er een jaar uitgesteld. Dus het gaat op toerbeurt, niet op het gilde die de koningsketting verovert? Nee, het gaat niet om degene die de titel behaalt, die dan volgend jaar zou moeten organiseren. Nee, het gaat echt op toerbeurt. En dat hebben we vanaf het begin, vanaf 1990, toen we de eerste keer het gemeentelijk koningsschieten hadden. Toen de tijd nog met Boksmeer, Zandbeek en Beuge, omdat het alleen de gemeente Boksmeer was. Daarna is de gemeente Oefen erbij gekomen in 1993 en in 1998 is de gemeente Vielingsbeek erbij gekomen. En vanaf dat moment zijn we met 8 gildes. In die vorige periode heeft de 4 gildes van de oude gemeente Vielingsbeek nog jarenlang geschoten om het Van de Moosdijk-schild. Ja. En dat was totdat meneer Van de Moosdijk overleed en toen was het ook afgelopen? Toen was het afgelopen en daarom zijn we hier ook gewoon mee verder gegaan. Nou, wat er dadelijk gaat gebeuren als de gemeente Boksmeer is opgeheven, ja, dat weten we nog niet. Want dan wordt het wel een groot gebeuren, want dan zitten we met 19 gildes alleen al in de gemeente Land van Kuik. Nou, dan gaat het maar eens even organiseren om te kijken of dat we dat dus zo wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dan wordt het gewoon een complete gilderdag en dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet de bedoeling. Het is toch de bedoeling dat de gilders elkaar vaker zien, hè? Daarom is het in het leven geroepen. Ja, we hebben dit ook in het leven geroepen omdat het toenertijd het einde was van het gildenseizoen. Met name dat wij in principe de eerste zondag van september dan het gemeentelijk koningsschieten hadden. Was het einde van het gildenseizoen en dan ging het gilde meestal onderling repeteren, vendelen in hun eigen dorp. Nou, vandaag zijn we dan ook hier aanwezig om afscheid te nemen van onze burger. Want in die 18 jaar dat hij burgemeester is van de gemeente Boksmeer, heeft hij toch wel veel gedaan voor de gilders. En daarop willen wij ook op een passende wijze van hem afscheid nemen. We hebben daar straks buiten hebben we hem al over vendeld. In 2003, toen hij burgemeester werd, hebben we dat ook gedaan met de 8 gildes. En toen hebben we gezegd van nou, we moeten eigenlijk op dezelfde manier weer afscheid nemen als we hem toen ingehuldigd hebben. Nou, dat gaan we vandaag doen. En we willen hem vandaag natuurlijk in het zonnetje zetten. En dan zullen we hem ook een passend cadeau aanbieden wat bij het gilde gebeuren zal horen. En dat zal straks gaan gebeuren. Dat verklap je nou niet zeker? Nee, dat wil ik nog niet verklappen. Maar het wordt best iets moois. En dan kan ik straks ook tekst en uitleg geven van wat de bedoeling is van dat gebeuren. En met name van dat cadeau. Waarom dat het zo is en waarom dat we dat ook zo bedacht hebben. Ja. Oké. Nou, dan moet je weer terug naar je werk natuurlijk, of wat je werk noemt dan. Hartelijk dank en we zien je straks dan nog. Gaan we zeker doen. Bedankt hiervoor. Ja? Dan moeten we eerst de keten innemen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is zo. Wie gaat het doen? Ja, moet jij dat even voor me houden, anders. Dat is zo mooi, hè? De kring straks op. Ja, zeker. Dat is wel. Nou, deze hebben we terug. Je krijgt hier een heel mooi herinneringsschild. 2018 gemeentekoning Willeke Boom. Sint Theobalde Schilde overloden. Kijk, zo mooi. Ja, dank je. Dank je.
bedankt. Bedankt Willeke. Je hebt 2 jaar lang heb jij... Drie. Ja, als je zo bekijkt, 3, maar 2 volle jaren, dat ik dan zo zeggen, heb jij het zilver mogen op hebben en stond je wel heel erg goed. Nou, kom, kijk op, ik kan het mooi dragen en ik hoop voor jou dat jouw droom ook uitkomt en dat je er straks weer mee naar Overloon terug kan. Maar ik dacht over Mikael. Ja, je kunt afgesproken hebben wat je wil, maar we zullen het zien. Ja. Je gaat je best doen, maar je hebt zeker kans. Laten we dat ook houden. Heel veel succes en bedankt nogmaals voor het feit dat jij zo lang deze keten hebt mogen dragen. Hij is mooier dan die van mij. Ja, dat klopt. Daarom ga ik je bewust keuze. Die ga ik ook teruggeven binnen. Oh ja, zo goed. Ik denk dat ook zo'n mooie herinnering. Nee, dat zal niet gebeuren, maar het is heel mooi. Dat was een zo, dat is dan ook weer gebeurd. De volgorde zoals we straks naar het schietrein zullen optrekken is als volgt. Boksmeer, Overloon, Groeningen, Oefeld, Sambeek, Holthees, Beugen. Maar Sees hoeven niet op te noemen, want die is er niet. Nu wil ik vragen de hoofdvaandrigs het vaandel te nemen, zodat we even naar buiten gaan om de burgemeester te overvendelen. Vaartvaandel voor God, koning en vaderland. Tamboers, roer de trom, mars! Wethouder Hendricks en wethouder Bouke de Bruin, die zijn ook in ons midden. Van harte welkom. Fijn dat jullie toch nog zo spoedig mogelijk hier naartoe zijn gereden. Flink gas erop, geen politie gezien. Maar die bollen gaan naar jou. Hè? Die bollen gaan naar jou. Ja. Je kunt nog wel goed zien. Komt vanzelf goed, Willy. Gillenbroeders, gillenzusters, dan is de tijd aangebroken dat wij het officiële gedeelte gaan doen. En dat is het afscheid nemen van onze geliefde burgemeester, Karel van Soest. Wat de toekomst gaat brengen voor de 8 gildes van de nog huidige gemeente Boksmeer, is nog een ongewisse. Maar zeker is dat wij ons zullen blijven presenteren aan de gemeenschappen in het dorp. Karel, met pijn in ons hart nemen wij nu afscheid als burgemeester van de gemeente Boksmeer en je zult die ambtsketen straks aan de wil hangen. Graag willen wij je, Karel, een passend cadeau aanbieden voor al je betekenissen die je voor het wilde gildewezen, met name in de gemeente Boksmeer, hebt gedaan. Beste Karel, en natuurlijk ook Mieke, wij wensen jullie een hele mooie en gezonde tijd toe en gaan vooral genieten van jullie vrije tijd. En ik hoop dat wij elkaar nog geregeld zullen tegenkomen onder het genot van een goed glas bier en een goed glas wijn. Karel en Mieke, bedankt namens alle gilders.
staat. De gemeente Boksmeer, de bocht, met eromheen alle 8 gildes met hun hoofdemblemen. Zodra u het niet draagt, kunt u het thuis op een standaard zetten, zodat het altijd zichtbaar is en bij u blijft. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Dankjewel. Karel, bedankt. Mieke, bedankt. Ook voor jouw tijd die Karel altijd weg was. Vaak bij. Mieke, bedankt. Dank je zeer. Alsjeblieft. Wel, prachtige bloemen. Bedankt en geniet ervan. Dankjewel. Ja, ik ben er helemaal stil van, moet ik zeggen. En ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor dit mooie aandenken. En ik zal het natuurlijk niet iedere dag op hebben, Cor. Dus fijn dat je daar nog een handig ding van hebt, een standaardje voor hebt gemaakt. In de tijd dat jij dat tijd voor had. Maar ik ga het een heel mooi plekje geven om te bewaren. En net zo goed als ik alle herinneringen die ik de afgelopen 18 jaar heb opgebouwd met jullie allemaal, samen met Mieke, ook zal bewaren in mijn hart. Want we hebben wat dat betreft altijd gewoon hele mooie dingen meegemaakt. Ja, en als het gaat om het bij elkaar zijn, lief en leed, dat deel je met elkaar als gildebroeders en gildezusters. En ook, ook leed is er natuurlijk geweest, maar ook dat deel je met elkaar. Ik wil zeggen dat toen ik burgemeester werd in Heel, toen had ik daar ook de schutterijen, de gildes, en daar had ik al heel veel affiniteit mee. En ik vond laatst nog een keer wat een foto, dat ik vroeger bij mijn eerste fototoestelletje, toen was ik een jaar of 13, 14, ben ik een keer naar Tegelen geweest om daar foto's te maken van het OLS-optocht. Dus toen zat het er kennelijk al in. Ik heb ook nog ooit een trommel gehad waar ik wel eens op mee trommelde. Dus ik denk dat er ergens heel diep in mij al bestond. Maar dat hier tot bloei is gekomen. En ik moet zeggen dat ik heel trots ben ook op al onze gildes. Wetende natuurlijk dat het ook in het gildenwezen ook niet altijd even makkelijk gaat. Omdat eenmaal mensen zoveel andere dingen te doen hebben dan altijd dat zijn voor het gilde. Maar het blijft natuurlijk wel de uitdaging om daarmee bezig te zijn. Ja, dan wil ik toch ook wel even stilstaan bij mijn rol. Misschien toch goed om dat te zeggen, want een aantal gilders heeft het beschermheerschap gekoppeld aan de persoon van de burgemeester. Sommigen die hebben dat wat anders verwoord, maar de traditie is wel zo. Maar ik heb het toch gemeend, en daar heb ik met Mieke ook over gehad, dat het ook goed is om daar ook mee te stoppen. En dat wil ik dan doen met de jaarvergaderingen van de gildes. Wil ik graag van jullie afscheid nemen. Mieke doet hetzelfde met Theo Walders gilde al aanstaande dinsdag. En dat is niet iets waarvan we zeggen, zo, daar zijn we er ook vanaf. Integendeel, dat is misschien wel... Dat is het niet. Nee. Dat is een nieuwe tijd. De tijd voor het gezin, voor de kinderen, de kleinkinderen. En om dat te doen, dan willen we ook onze agenda's helemaal vrijmaken. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit naar de gildes zullen komen. Ik vergelijk het maar zo, ik heb altijd op de hoofdweg mee mogen gaan met jullie. En nu ga ik mee op de parallelweg. En dan zullen jullie me af en toe zeker zien. En ik hoop dat we gezond blijven. We blijven sowieso in Boksmeer wonen. Dus ik hoop dat wij nog elkaar heel vaak zullen zien. En we gaan vandaag genieten. Eigenlijk zouden we dit achteraf doen, we gaan nu wat vooraf. Maar we gaan genieten wel van, niet van het weer, maar wel van hopelijk een hele mooie middag. Waarbij jullie toch weer met elkaar de strijd aangaan om het gemeentelijke koningszilver. En dat zal dan ook wel voor de laatste keer, althans voor de gemeente Boksmeer zijn. Maar ik denk toch dat het goed is om met elkaar ook eens na te denken hoe we verder moeten. In die zin dat die nieuwe gemeente heeft natuurlijk dadelijk heel veel gildes. En ik denk dat zoals jullie dat in Zuid hebben gedaan met het Van der Moosdijk schild, daar zijn jullie ook weer verder gegaan in Zuid om zolang Van der Moosdijk er nog was. Kijk, dat soort dingen kun je blijven doen. Je kunt met z'n achten blijven bijeenkomen om het voormalig koningszilver van de gemeente Boksmeer te vieren. En dan zal in de loop van de tijd komt daar vast wel weer iets nieuws voor in de plek. Daar zijn jullie vindingrijk genoeg voor.
Dus kortom, ik sluit af. Heel veel dank, ook namens Mieke. Heel veel succes vanmiddag. En we zijn erbij, we gaan jullie aanmoedigen. En dan hoop ik dat er weer een hele mooie nieuwe koning van de gemeente Boks weer terugkomt. En Willeke, dat kun jij ook zijn. Dat kun jij ook zijn. Goed, nogmaals dank. Heel veel succes vanmiddag. En heel veel dank voor dit hele mooie aandenken. Want daar ben ik heel trots op. Dankjewel. Denk ik dat wij ons gaan formeren om op te trekken naar de schietbomen. Ja, dat gaan we doen. Je weet niet hoe we kieken. Ja, gewoon kieken, maar. Ja. Nou is het jong niet helemaal vreemd. Nee, ja, ik heb het wel druk gedaan, maar niet zo kort erbij. En straks halen we ook een beeld. Meestal ben ik niet in beeld. Ja. Ze lopen even naar de auto. Ja, loop je mee? Wat voel ik nou op mijn voeten? Ja, ik loop mee. Zeik, de jurk zei ik nou. Of je moet dus papa. Ja. Die blokjes zijn er zeker niet bij. Ja, dat denk ik niet. Dat weet ik niet. Het is voor sommige schutters. Groningen ga je 8. Weet je niet welke weer aan? Ja. Ja, we waren even. Nee. Ja, iets warms. Hebben ze iets warms? Nee. Hebben ze niks? Ja, koffie of thee. Hier gaat doorzetten. Ja, mond open. Misschien hebben ze appelsap. Misschien. Nee, doe maar appelsap. Boom. Ja. De bomen die zijn verdeeld in boom 8,
Zodra die op zijn, wachten we totdat de anderen de 50 schoten gelost hebben. En dan krijgen we nieuwe patronen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne middag nog. Dat zijn we ook niet Ja, en nu valt het naar beneden. En de winnaar is Chris Groothuizen van Beuken. Dan kunnen ze stoppen. Dan kunnen ze stoppen.